In de winterserie Terug naar de Wieg ga ik samen met predikanten naar de plaats waar ze zijn opgegroeid. We halen daar herinneringen op en we blikken terug op het afgelopen jaar. We zijn vandaag in Oosterwolde, de plek waar dominee Van Zanden is opgegroeid, grootgebracht. Dominee Van Zanden, voor de kijker die u niet kent. Ik ben sinds kort predikant in Katwijk en daarvoor predikant geweest in de gereformeerde kerk van Urk. En daarvoor predikant geweest in Pessen in Drenthe. Ik ben getrouwd, heb 4 kindertjes. En dat is hoe mijn gezin en mijn leven er nu uitzien. Maar vroeger zag het er zo uit, hè? Ja, dit is, ik moet wel zeggen, er is geen steen op de andere gebleven. Want nu woont mijn zwager en mijn zus hier. En mijn zwager die mag graag dingen onder handen nemen. Dus het ziet er niet meer uit zoals het was. Er zat een rieten dak op. Maar dit is de plek waar ik groot geworden ben, in Oosterwolde. Kijk, kunnen we eens even kijken, hoe zag dominee Van Zanden er destijds uit? En hoeveel jaar is dit geleden? Ja, dat is nou een pijnlijke vraag, maar dat is inmiddels 36 jaar geleden. En dit is de school waar u naartoe ging vroeger? Ja, de enige school op het dorp, de Wegwijzer. Goede herinneringen aan? Ja, ik heb een hele goede, ja, toch ook wel zorgeloze jeugd gehad eigenlijk. Er zijn wel dingen gebeurd, maar de dingen waar onze kinderen mee te maken hebben, daar hadden wij nog niet mee te maken. Er was geen internet, je had geen mobiele telefoons. Het leven was overzichtelijk, denk ik. Vroeger was alles beter? Nou, niet alles. Dat is een strikvraag. Een strikvraag, maar er zijn wel dingen beter geweest dan dat het nu is, ja. Ik denk dat we nu in een tijd leven waarin het echt moeilijker is om je kinderen op te voeden. We studeerden theologie in Kampen. Eigenlijk direct al met het idee, met het besef van, ik heb de roeping om predikant te worden? Nee, helemaal niet. Nee, ik moest een studie kiezen en ja, ik was denk ik 18, 19 jaar en ik vond het vrij logisch om dan te kiezen voor de studie die me het interessantst leek. En dat was theologie, want er zat van alles in. Een beetje geschiedenis, een beetje talen, een beetje mensen, ook een beetje godsdienst. Dat leek me wel. En toen kwam er op een zekere dag een telefoontje uit Pessen. Ken u het? Ken u de plek? Ik had van dat hele plaatsje nog nooit gehoord. Nee. Het ligt vlakbij Hogeveen. Leuk dorp. En samen met Fluitenberg en Stuifzand, ook twee van die dorpen, ja, Vormden dat dan één samen op weg gemeente. Dus hervormd en gereformeerd. En aan de hervormde kant zochten ze nog een dominee. Dus ik zei, een dominee? Ja, en of ik daar dan voor open stond. Toen ben ik met de beroepingscommissie gaan praten. Van het een kwam het ander. En voordat ik goed en wel besefte wat er aan de hand was, trof ik mijzelf aan in een pastorie. Te vroeg of dat niet? Ja, te vroeg. Ja? Ja. Waarom? Nou, met de kennis van nu zeg ik, het is veel beter om pas predikant te worden als je een duidelijke roeping hebt. Dus dat je duidelijk weet wat je te doen staat. Dat je duidelijk weet wie je zender is en wat je opdracht is in die gemeente. Ja, toen is het zo gekomen dat we op een zondagavond, ik hoefde niet te preken. En ik zat met mijn vrouw door de Hogeveense Post te bladeren van, ja, kunnen we dan ergens naar de kerk? Toen waren er twee mogelijkheden, de hervormde gemeente van Hogeveen of de gereformeerde gemeente van Hogeveen Noordschut. En mijn vrouw die zegt, wat is dat dan? Ik zeg, ja, dat weet ik ook niet. Maar, nou, we kennen de GGM nog niet? Destijds? Nee, want dat heb je hier niet zo. Dus nee. Je hebt hier wel dan, ja, hervormd en gereformeerd, dat soort dingen. Maar gereformeerde gemeenten niet echt. En ik zei, nou ja, we kunnen het proberen. Gaan we eerst de koster bellen, kijken of hij een hoedje op moet. Oh ja, ja, ja. Dus zei de koster bellen. Ik dacht, nou, als hij op zondag de telefoon opneemt, dan zal het allemaal wel meevallen. En nou, het zou wel fijn zijn als uw vrouw met bedekt hoofd naar de kerk kwam. Nou, daar naartoe? Bij een hoedje opzoeken en naar die kerk toe. En vanaf dat moment is er wel heel veel veranderd voor mij. Dat is heel geleidelijk gegaan hoor, maar mijn kijk op de eredienst, maar ook de kijk op de roeping die een predikant heeft. Wat staat hem te doen? Dat is niet zozeer dat je zorgt dat de mensen het wat naar hun zin hebben en een fijne dienst hebben, zoals je dat dan wel, ja, zegt. Ja. Maar dan gaat het erom, kan hier een ontmoeting met God plaatsvinden? En mag in deze dienst duidelijk worden wat de Heere van ons vraagt? En wordt hier de weg gewezen tot ons behoud?
He, dus krijgt Christus hier waarde door de manier waarop hij wordt bezongen en wordt bepredikt. Ja, dat heeft dingen wel echt veranderd. Want dan ga je die prediking die je daar hoort vergelijken met je eigen prediking. Dan denk je, ja, dat zijn dan wel echt twee verschillende dingen. Terwijl... Het stond te ver van elkaar af? Ja, het stond te ver van elkaar af. Dat is goed gezegd. Kijk, ik denk niet dat ik ooit een goede gegemmer word. Dat is de bedoeling ook niet. Daar ligt mijn roeping ook niet. Ik ben een vormpredikant nou. Maar bent u anders gaan preken in Persen? En hoe werd daar dan op gereageerd? Ja, ik denk het wel. Het is allemaal een beetje terugkijkend, hè? Ja. En, ik ben bijbelser gaan preken, denk ik. Dus niet zozeer een leuk actueel verhaaltje houden, maar ook gaan kijken van, ja, maar wat zegt Gods woord hier? En wat ik daar echt heb geleerd is dat er altijd lijnen liggen vanuit de tekst naar het hart. Dus dat zijn de bevindelijke lijnen. Ja. En dat er altijd de vraag op ons afkomt van, ja, zo is het nou met David, zo is het met Gideon, zo is het met Jona en zo is het met Petrus. Maar hoe is het met jou? Hier ging u als kind naar de kerk. Bent u er ook gedoopt? Ik ben hier ook gedoopt. Ja? Wat was het voor gemeente of wat is het voor gemeente? Het is wat je noemt een hervormde gemeente op gereformeerde grondslag. Waar zat u destijds? Nou, volgens mij, ja, er wordt druk gewerkt hier. Ja, kom er rustig langs, niks aan de hand. Volop leven in de brouwerij. In mijn herinnering zat ik vroeger een beetje daar. Samen met mijn ouders, mijn zusje. Ik denk hier, zo. Hier zo? Dit was de bank van de familie van Zanden? Ik denk het. Maar ja, je geheugen bedriegt je nog wel eens. Maar ja, ik heb eindeloos veel uren naar een dominee zitten kijken. Dominee de Greef was dat. Ik weet nog dat hij dus een scherpe scheiding had. En ja, waar die preken over gingen, dat weet ik niet meer. Maar ik heb nooit gedacht dat ik dat trapje ook nog eens op moest. Wanneer was de laatste keer dat u hier stond? Nou, een paar weken geleden misschien nog preken. Ja. Waar rijden we nu naartoe? U zei van, nou, dit plekje moeten we zeker nog even bezoeken. Ja, zo heel veel bijzonders heeft Oosterwolde niet. Maar wel een klein landgoed. Het landgoed Het Morren. Er staat een mooi landhuis en... Het is een prachtig gebied. Het is misschien mooi om even te kijken. Speelde u er ook als kind? Jazeker. Dit was geen verboden gebied? Nee. Nee, dit is... Ja, er is eigenlijk heel weinig te doen en heel weinig te zien. Maar als kind... Een kinderhand is snel gevuld. Nou, nog niet zo lang geleden bent u van Urk naar Katwijk gegaan. 5 jaar op Urk gestaan, sinds kort in Katwijk. Nou, dat lijken mij twee dorpen die je eigenlijk met elkaar kan vergelijken. Een soort misschien wel een kopie van elkaar. Een kopie van elkaar. Nou, laat ze het maar niet horen. Het lijkt wel op elkaar. Het zijn allebei vissersdorpen. De visserij leeft wel meer op Urk dan in Katwijk. Ja. Maar er zit wel, ja, diezelfde geestelijke onderstroom zit er wel in. Het leven met het water, het leven met de natuur... Wat toch een soort scheppingsontzag met zich meebrengt. Wat je ook wel terug hoort in het pastoraat. En wat was 2022 nou voor jaar voor u persoonlijk? 2022 was voor ons persoonlijk een heel ingrijpend jaar. En dat heeft met die verhuizing te maken. Dus je laat alles achter. Alle mensen die je kent en die je hebt lief gekregen. En dan kom je op een dorp waar je geen kip kent. En dan moet je helemaal overnieuw beginnen. Dat is wel... Dat heeft er wel ingehakt, want we hebben het goed en mooi gehad op Urk. En dan, dus je weet wel wat je had en je hebt geen idee wat je terugkrijgt. Inmiddels durf ik wel te zeggen dat het wel meevalt, hoor. Ja? Jawel. Het is ander volk, maar het is ook mooi volk. En van binnen zijn we allemaal hetzelfde en hebben we allemaal hetzelfde nodig. Kijk, zijn er landelijk of wereldwijd nog dingen gebeurd wat extra veel indruk op u heeft gemaakt? Nou, waar ik veel aan heb zitten denken is, aan het begin van het jaar is de corona-epidemie opgehouden. En ik heb me zitten afvragen, is dat iets heel moois en iets groots. We hebben 2 jaar lang in de benauwdheid gezeten en kunnen we weer gaan en staan waar we willen. Ik heb me zitten afvragen, wat heeft dat geestelijk nou uitgewerkt? En het antwoord is volgens mij helemaal niets.
Niks. Dus mensen gaan weer terug op de oude voet, zegt u. Ja, ik heb heel weinig verootmoediging gezien. Ik heb heel weinig... hoe moet je het zeggen? Ook heel weinig dankbaarheid gezien. Er is heel veel geklaagd. Op de regering en op kerkbestuur en al die dingen. Maar er is echt heel weinig hart... Er zijn heel weinig harten verbroken, ben ik bang. Ik zie er weinig van. Ook bij mezelf. Het afgelopen jaar hebben we ook gemerkt dat er eigenlijk in Nederland steeds minder ruimte ontstaat voor een Bijbels geluid. Kijk bijvoorbeeld naar abortusregelgeving is het afgelopen jaar verruimd. De LHBTI-lobby, waardoor christenen soms in een hoekje worden gedrukt. Hoe kijkt u ernaar? Hoe volgt u dat soort ontwikkelingen? Het is wel zorgelijk. Dus kijk, dat we anders over dingen denken, dat is eigenlijk altijd zo geweest in Nederland. Wat me wel zorgen baart, is dat er dat de wil ontbreekt om echt naar elkaar te luisteren. Dus dat je als gelovige zegt, ja, maar ik kijk daar op grond van dit en dat, kijk ik daar anders tegenaan, dat er geen ruimte voor is. En dat vind ik benauwend, dat is eng. Want dan mag ik niet meer vinden wat ik vind, dan mag ik niet meer denken wat ik denk. En dat is geloof ik niet de kant waar we met Nederland naartoe moeten. Kunt u over 10 jaar nog zeggen wat u wil als het u gegeven wordt? Het is natuurlijk lastig om dat nu al te gaan bekijken, maar heeft u het idee van nou, ik weet niet welke kant we op gaan? Ik maak me daar wel eens zorgen over, maar ik heb de Heer ook wel gevraagd van als het spannend wordt, geef me dan ook de moed om rustig, duidelijk en eerlijk te zijn over de weg die uw woord ons wijst, ook in deze tijd. God is niet veranderd.